Goedemorgen, het is vrijdag en ik zie eruit als mijn vlodder. We hebben de, hoe heet dat, gootsteen in de keuken loopt niet door. We hadden vannacht met ons stopper gedaan, gebeurt niks. We hebben gisteren met zo'n plom ding gedaan, gebeurt niks. Dus ik heb nu dat hele ding uit elkaar gehaald. Niks te vinden, dus het zit dieper. Dus ik heb nog maar weer van die ontstopper ingehengd. En toen dacht ik, als ik dan toch aan het schoonmaken ben, heb ik de wc's gedaan. En dan nu de badkamer aan het doen. In mijn mittenstrui. Ja, ik heb een broek aan van Sven, want het zat lekker. Past allemaal niet echt meer. Even een beetje orde in de chaos. Niels zit even een filmpje te kijken. Dat doe ik dus eigenlijk altijd op vrijdagochtend even. Ik weet niet of het de beste plan is met mijn billen, maar goed. Want ja, daar heb ik nog steeds last van. Maar goed, ik ga even door met schoonmaken. Hartstikke leuk. Nou, dat is weer schoon. Ik kan mezelf weer zien in de spiegel. Dan ga ik nu verder met Nielsen kamer even een beetje afstoffen en zo. Ik heb nu die Swiffer die ik laatst bij de Big Bazaar kocht en wat doekjes. In theorie had ik ook nog een sopje kunnen maken, maar toen ik net weggegooid dacht ik, ja, doekjes. Dus ga ik hier even aan de slag. Ik heb trouwens echt nog een paar super schattige dingetjes gekocht voor Le Bébé. Als eerste dit fantastische pakje. Ik dacht eerst dat het aan elkaar zit, maar het is een soort, nou ja, jurkje, shirtje. Met zo'n broekje eroverheen. Nou, dit is toch te poepelig. Poepelig, ik weet niet of het een woord is. Deze. En voor als ze iets ouder is, dit stoere jurkje. Echt een mosgroen jurkje met allemaal soort kookgerei erop. En dit heerlijke pyjamaatje. Ook als iets ouder is natuurlijk. Dus dat. Nu moet ik nog de boodschappen gaan bestellen. En ik wilde eigenlijk nu net achter de tablet vandaan halen. Maar toen wilde die graag wat eten. Toen dacht ik, ik moet eigenlijk ook nog de boodschappen bestellen. Handig. Oh, mijn beeld doet nu al zeer. Maar ja, de rest van de dag, het is super lekker weer, dus we gaan veel naar buiten. Dus. We compenseren wel weer. Ik heb de boodschap besteld en staat, je hebt nu al 870 kilo sjouwen bespaard. Dat zijn altijd hele leuke dingen, hebben ze. Nou, helemaal top. Ik heb trouwens gisteren deze mooie bos bloemen gekregen. En Sven die kreeg natuurlijk cadeaus, maar het mooiste cadeau is toch wel deze slinger die Niels gemaakt heeft. En ik heb net, als ik een beetje moeilijk kijk, komt het met pijn heb. Ik heb net Sven een berichtje gestuurd dat ik het graag vond dat ik het even wil hebben over dat hij wat taken van mij gaat overnemen. Hé, hey, Mietje. Kijk, Mietens, ik heb je op mijn trui staan. Wat fysieke taken die mij gewoon nu heel veel pijn doen. En dan zegt mijn moeder altijd heel lief dat ze me kan helpen en zo. En dat vind ik ook mega fijn. En dat is ook zeker nodig, want Sven werkt veel. Maar ik vind ook dat Sven maar een beetje van zijn werktijd of vrije tijd. Ik bedoel, hij werkt heel veel. S'avonds ook nog heel veel. Het is niet dat ik zeg dat hij eerder naar huis moet komen. Maar nou ja, goed, dat hij ja, nu gewoon de komende 20 weken ongeveer. Gewoon even, dat ik hem even wat extra nodig heb totdat die pijn weg is. Want ja, dit gaat gewoon niet. En ik vind dat heel lastig. Want ik vind het namelijk helemaal niet erg om schoon te maken en dat soort dingen. Alleen, het gaat gewoon niet. Het doet heel veel pijn. Dus dat. Verder hebben we de nieuwe modem van Telfort binnen. Dus die wil ik gaan installeren. Dat wil zeggen, er zit van alles bij. Maar ik ga eerst even kijken wat het inhoudt. En anders doen we het van het weekend wel samen. Maar
Nou, ik dacht, ik ga hier eens zitten en lezen wat er moet gebeuren. En of ik dat zelf kan, of dat het op hoogte is. Want er zit hier ook een hangbeugel, ophangbeugel en zo bij staan. Dus ik moet even kijken of dat... Daar ga ik allemaal nog niet aan beginnen. Ik ga nu even met Niels boodschappen doen. Maar hij is zo lekker aan het spelen nu. Dat vind ik dan altijd heel... Wie herkent dit? Dat vind ik altijd heel lastig om dan weg te gaan. Want dan denk ik, hij zit nou zo lekker te spelen. Weet je, dan wil ik hem daar eigenlijk niet uithalen. Ik ga voor super comfy vandaag. Een legging en een trui. Een lange trui. Dus ook gewoon een grote trui. Het is best wel koud. Ik doe gewoon een grote trui, maakt het uit. Hoppatee. Of deze. Eén van deze twee. Ik wil eigenlijk ook geen BH aan. Wie kent dit? Wie zwanger is. Ik ga het even filmen. Daar gaan we. Ik was lieve vol. Als dat niet de cutest thing ever is, dan weet ik ze ook niet meer. Maakt ook helemaal niet door dat ik wel sta. Maar hij is dan echt een heel rollenspel aan het doen. Het is echt, nou ja, ik vind het echt heel aandoenlijk. Het is echt prachtig zonnig, maar het is koud. Ik had echt nooit een legging aan moeten doen, denk ik. Zit je vast? Ja, maar het is... Zo, beter. Ja, we kunnen weer... Oh, nou dan ga ik alvast. Oh, je moest even, zag je dat? Hij deed alsof hij ergens iets van eten pakt en in zijn mond stond. Goed. Daar gaan we. Ik heb alweer heel lang niet gefilmd, maar mama is hier. En die heeft even heel lief geholpen met van alles, dat ik mijn billen niet te veel hoef te belasten. En ik heb een nieuwe modem geïnstalleerd. Dus we hebben weer allemaal internet. Daar gaan we echt naartoe. En nu is Niels verjaardagsliedje aan het zingen. En we gaan zo even wat eten. Sven is alweer weg. Het is inmiddels ook weer 6:10. Kijk, ik heb een ballon. Heb jij een mooie ballon? Niels en ik hebben lekker gegeten. Ik had wel heel veel puree. Niels, lekker hè Niels? En mama is inmiddels naar huis. Zo lief dat ze mij zo helpt. Echt. Priceless. Niels heeft een constructie gemaakt met een ballon aan een stuk. Mooi hoor Niels. Hij ziet hem daar. Hij ziet hem daar, oké. Ik op de boot. Echt even op de boot. Nou, toch een tipje. Ik weet niet of ik het eerder heb gezegd, maar wat ik dus nu vaak koop, is zeg maar diepvriesfruit. Ik heb hier zomerfruit en hier heb ik stukjes mango. Want Niels krijgt elke avond nog yoghurt met wat fruit erin voor het slapen gaan. Omdat hij gewoon altijd honger heeft. En nou ja, om een beetje af te wisselen. Heb je, zeg maar, daar heb je wat meer variatie in dan gewoon de appel, peer, bananen. Nee, ik heb ijs. Oh, lekker. Oh, dit is lekker. Chocolade. Ja. Ik ga maar even spelen. Maar het is in ieder geval een tipje. Want dan heb je iets meer afwisseling, zeg maar, zonder dat het niet seizoensfruit is. En dat het snel bederft en zo. Dus ik geef het even mee. Ik kom met een mooie eikonaal. Dankjewel. En heeft u misschien ook... komkommer voor mij? Ja, heb ik. Beetje pannen. Oké. Dank u. Oh, dit is wel lekker. En heeft u misschien ook een kopje thee? Oh, met thee honing. Oh, thee met honing. Oh, nou dat is ook goed. Lekker. Brombeerthee. Ja. Oh. Oh. Ja. Lekker. En heeft u misschien ook voor mij een koekje erbij? Ja, zeker. Ook komkommer. Ook met komkommer. Nou, dat lijkt me echt fantastisch. Kijk. Dankjewel. Allemaal. Allemaal. Nou, het kan niet op.
En mag ik dan ook een ijsje? Oh, ja. Wat voor ijs heeft u? Timmerpad. Timmerpad? Ja. Ik heb een ijsje met hagelslag. Een ijsje met hagelslag? Ja. Nou, lekker. Ja, dat wil ik wel. Kijk, je middag. Goedemorgen allemaal. Het is zaterdag en wij gaan zo op pad naar de kinderboerderij, de Geertjeshoeve, voor mensen die rond Utrecht wonen kennen, denk ik wel. Sven's kater valt mee. Dat wil zeggen, hij heeft gewoon uitgeslapen. En hij was sowieso pas minstens van 12 uur zo thuis. Dus op zich wel op tijd. En toen was het gewoon klaar, zeg maar, het feest. Dat is dan wel weer een fijn voordeel. Dus het begint vroeg, maar het is ook op tijd afgelopen. Dus hij heeft wel een kater, maar het is goed doen. Ik zei, ja, dan ga ik lekker de frisse lucht in. Frisse boerderijlucht. Dus Niels krijgt nu zijn laarsjes aan. En dan gaan we lekker naar buiten. Het is echt super mooi weer. Ik heb wel een vest ondergedaan omdat mijn jas zo koud is. Maar of het niet warm genoeg is, laat ik het zo zeggen. Dus ik neem jullie mee naar de boerderie. Wij zijn en het is echt mega lekker weer. Het waait wel heel hard. Het is verder gewoon zon, zon, zon. Ik ben er! Niels! Oh, hallo! Maak je op een eventje! Ik heb zijn laarsjes aan. Nou, ze gaat er al voor. Wat wil je dat doen? Echt allemaal geitjes geboren. Zo schattig. Het is heel klein, het is veel kleiner voor kinderen. Sommigen zijn dus pas gisteren geboren. Heel klein. Of kijk hoe die is gisteren geboren. We hebben lekker warme chocomel. Wij zijn weer thuis. Niels vond het fantastisch. Vooral van die tractortjes rijden vond hij helemaal prachtig. Was ook een beetje boos toen we gingen. Maar goed, uiteindelijk thuis beter hartstikke moe te zijn. Dus hij heeft me altijd gegeten en hij ligt nu lekker gezond uit. Lekker te slapen en wij zitten even een stukje schaatsen te kijken. Ik heb mijn haar en een gek ding gedaan. En ga even aan de site. Zo leuk, ik zie net op Instagram een berichtje van een meisje. Wat me heeft gezien op de Geertjeshoeve. Maar me niet durfde aan te spreken omdat ik met het gezin was. Maar dat mag natuurlijk altijd. Ik krijg dat soort berichtjes ook wel vaker. Van ook zag je daar en daar, maar ik durfde niks te zeggen. Want je was met je zoontje. Of mag me altijd aanspreken, vind ik juist super leuk. Ik zit weer met een blaadje en een colaatje. En nu is hij aan het spelen. Ideaal. Goedemorgen, het is zondag en wij staan in een... Ja, maar we zijn zo binnen, lieverd. En wij zijn nu bij in een parkeergarage, want we gaan naar Monkey Town. Maar een andere dan waar we normaal heen gaan, we gaan met mijn nicht en haar vriend en zoontje. En zij is ook zwanger, dus het is super gezellig. Daar volgens mij niet. Ze is echt helemaal niemand. Oh. Oh. Gaat het? Ja. Oké dan. Apen. Ja. En hoe? Monkey Town.
Nou, wij zitten bij Monkey Time. Ja, ik kan hier niet goed filmen, ik wil niet andere kinderen in beeld brengen. Maar ze hebben het in ieder geval enorm naar hun zin. En de twee zwangere vrouwen zitten hier lekker te keuvelen. Maar die jongens zijn helemaal blij. Nu gaan we zo even wat eten. Het is heel gezond, denk ik. Zo, wij zijn weer terug. Ze zit op bed. Voor het eerst onder een dekentje. Ja, ik weet niet of dit warm genoeg is. Maar we hebben natuurlijk nog geen dekbedje voor hem. Maar ik dacht, het is wel goed als hij niet aan alles meteen hoeft te wennen. Dus niet en een groot bed en een dekbed. Dus nu ligt hij dus niet in een slaapzak, maar onder een dekentje. Dus gaan we eens even testen hoe dat gaat. En het was heel gezellig. En nu moeten we even wat dingetjes regelen, altijd in zijn slaapje. Dus dat gaan we even doen. We zijn even naar de stad. Een mooi dekbed overtrek voor ons toch. Zo'n Batman. Ga maar voelen, voorzichtig. Jules heeft met de knoppen aan het spelen. Hij is op haar, maar hij heeft al allerlei. Hallo! Ik ben ook al op de. We zijn net bij die egel. Oh, het is echt hele gesprekken met ze. We was net bij die egel. Zei die, oh, je hebt je ogen dicht. Ga lekker slapen. We hebben een kussen gekocht en een dekker. Dat is goed. Ik heb het deze. Ja. Nou, we hebben dus een dekbed gekocht, synthetisch dekbed. En dit is dan nog een kinderkussen, dus dat is een maatje kleiner. En dit Batman dekbed, dus dat ga ik omheen doen. Hij zit dan nu natuurlijk nog in zijn kleine bedje, dus het wordt nog even proppen. Maar doe ik een deel gewoon onder het matras. Maar dan kan hij wel vast wennen aan een deken. Nou, dit is het. Het is nog een beetje provisorisch. Maar eens kijken, testen of vannacht of dit een beetje werkt. Want ik heb er dus nu heel veel dekbed onder liggen. Maar hij kan wel lekker wennen zo aan een deken. Ik dacht, ja, als je dus. Ik dacht, als hij moet wennen aan een nieuwe kamer en nieuw bed. En zeg maar in geen slaapzak maar beddengoed. Dan is het al heel veel in één keer. Dus ik dacht, gefaseerd. Maar een beetje uit verhouding dekbed. Ik heb besloten nog even een kleine workout te gaan doen. Dat doe ik even op Niels' kamer. Niels is heel leuk aan het zingen en aan het dansen. Dus die willen we daar natuurlijk niet in storen. Dus ik ga even een pregnancy workout doen. En ik let erbij natuurlijk op mijn kwaal. Maar ja, ik wil toch alweer een beetje wat gaan doen. En ik heb laatst wel gesport bij een sportschool voor zwangeren, zeg maar. Of tenminste, het is niet echt een sportschool, maar ik had niet het idee. Ze zijn nog steeds van, ja, kijk maar hè, wat lukt en zo. Maar ja, dat doe ik zelf natuurlijk sowieso al. Dus ik ben er nog niet helemaal over uit of dat het nou moet worden. Pregnant workout. Fit sugar. Nou, ik doe meestal fit sugar, dus ik ga even wat uitzoeken wat er dan boven komt. En dan kijk ik wel even wat. Oh ja, de Heidi Klum prenatal, dat lijkt me fantastisch. En misschien nog een 10 minute arm erbij. Hoppatee. Het is inmiddels 10:30 en ik ga lekker in bed liggen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. En ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe video. En volgens mij is komende woensdag de video over de 20 weken echt, mocht je het leuk vinden. Nogmaals super bedankt voor het kijken. En ik zie je heel graag volgende week weer bij een nieuwe vlog. Doeg!